Het is vandaag de day after het tegeltumult in het Holland Heinekenhuis. Gisteravond laat gooide de Nederlandse schaatsploeg een grote bronzen medaille in het publiek. En daarbij raakten twee Koreaanse meiden gewond. Eén liep zelfs een hoofdwond op en ze moest worden gehecht in het ziekenhuis. Het gaat gelukkig wel goed met ze, maar het nieuws heeft de Koreaanse media gehaald. De Koreanen die wij hier op straat spreken zijn dan ook wel geschrokken. I feel very sad that those two people who got an accident were two Korean people. I heard it was bloody, but you know it will for sure lose a lot of Korean fans of Netherlands. 그래서 이제 축하해주는 한국인 분들도 많으셨는데 할 수가 없어. 너무 disappointing. Yeah. That an incident happened. 아시죠? 네. 스벤 크라머가 이제 떳떳한 건 아닌데 네덜란드도 좀 쪽팔린 짓을 한 것 같습니다. They're saying four people who threw the medal, they should have thought before their action, even though they were too excited or too upset about it. En de schaatsers zelf die benadrukken dat dit natuurlijk nooit de bedoeling is geweest. Ze hebben ook al meerdere malen hun excuses aangeboden. En Sven Kramer die deed dat zelfs in een speciaal Twitterbericht in het Koreaans. It's saying as a Holland team, they're apologizing to Korean people or all the Korean fans of Sven, that they apologize for the incident that happened last night at the Heineken house. She thinks that, you know, the apology should be better than just words in a picture. It's not really polite because it's not handwritten. It's not in your language. To wrap up all the opinions that were heard from Korean people, they still think that, you know, the player should apologize in person. Yeah. Not just the video, not just the message. You know. But the apologies are accepted? I personally think apologies should be accepted, yes. Okay. Excuses dus aanvaard, ondanks de cultuurverschillen. En tot slot zeggen Kramer, Blokhuizen, Roest en Verwij nog in een bericht. Laten we genieten van de laatste vier dagen van deze winterspelen in Pyeongchang. En zo is het.